In Kernhem Noord woon je straks in een bijzonder mooi stukje Ede. Je herkent wat er ooit was. Oude houtwallen en slootjes, de vroegere boerenerven die dienst doen als kinderopvang, horeca of stadslandbouw en bomen die er al jaren staan. Je woont altijd dicht bij het groen, want wat al het leven in de voorkeursvariant verbindt, is het landschapspark midden in de wijk die zich uitstrekt van oost naar west. Speeltuinen, sportveldjes voor jong en oud, een collectieve tuin brengen de buurt samen en geven een gevoel van saamhorigheid. In Kernhem Noord leef je op een duurzame manier, onder andere door lokale opwek en opslag van duurzame energie. Het is een wijk voor iedereen, met geschakelde woningen of rijtjeshuizen in buurten en hofjes, maar ook moderne appartementen en studio's. We hebben 7 ambities voor Kernhem Noord geformuleerd. We gaan 2500 tot 2700 woningen realiseren en richten ons vooral op woningen voor gezinnen en ouderen. We verwachten ongeveer 25% appartementen te bouwen en 75% grondgebonden woningen. Ook zetten we in op betaalbare woningen waarvan 30% sociale huur en 10% sociale koop op koopgarantwoningen. Hiermee dragen we bij aan de woningbouwopgave van Ede en onze regio. We hebben veel teruggehoord dat het huidige landschap van Kernhem Noord heel mooi is. De nieuwe woonwijk wordt gebouwd met respect voor dit landschap. Zo behouden we de houtwallen en andere landschapselementen. We zorgen voor een goede overgang naar het landschap door bijvoorbeeld de randen van de wijk minder en lager te bebouwen. Kernhem Noord wordt een gezonde wijk door in te zetten op de ruimte voor groen, sport en spel, bewegen, ontmoetingsplekken en maatschappelijke voorzieningen. We zetten in op de fiets en wandelen. Er komt een goed netwerk van fietspaden in en buiten de wijk. Parkeren wordt geclusterd dicht bij huis in buurthubs. Autoverkeer wordt voor een groot deel ontsloten via de westzijde door een tunnel onder of een viaduct over de A30. Een kleiner deel, maximaal 600 woningen, rijdt via de Luntersweg. Een nieuwe woonwijk en natuur gaan in Kernhem Noord hand in hand. We behouden planten en dieren die we kunnen integreren. De soorten waarvoor dit niet mogelijk is, worden op een andere plek gecompenseerd. Ecologische verbindingen naar de omgeving zijn hierin essentieel. Natuurlijk is Kernhem Noord een wijk voor de toekomst. De wijk wekt minimaal zelf zijn eigen energie op of wordt energiepositief en Kernhem Noord belast zo min mogelijk het net. Er wordt zuinig omgegaan met water en het water wordt zo lang mogelijk vastgehouden in het gebied zelf. De ontwikkelingen van Kernhem Noord nemen langere tijd in beslag. En daarom is het belangrijk om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Dit vraagt om een flexibel plan. Een gebiedsontwikkeling met deze omvang kost tijd. De verwachting is dat we in 2028 de eerste woning kunnen opleveren.